Vaak gaan verhalen hier uit de streek al snel over roofridders, witte wieven, de duvel die zelf op bezoek komt. Maar zeg eens eerlijk, wie van ons is dat ooit overkomen? Precies. Vaak zijn het gewone dingen die net even anders gaan en dan een avontuur worden. Zo was er eens lang geleden een schoolmeester in Kootwijk met een goed stel oren. Hij kon aan het krassen van een kroontjespen achter in de klas horen of een leerling een spelfout maakte bij een dictee. Op een dag nu besloot deze man om op bezoek te gaan bij zijn goede vriend de dominee in Nijkerk. Geen auto's, geen fiets, de schoolmeester had geen paard, dus lopen. 20 kilometer heen, 20 kilometer terug, een paar uur op bezoek. Als hij zich zou haasten, stevig doorstappen, zou hij voor het donker weer thuis kunnen zijn. En vol goede moed stapt onze schoolmeester op het Kootwijkerzand. Plots, een dichte mist. Niks aan de hand, maar het zorgde er wel voor dat onze schoolmeester van het karrenspoor afraakte dat hij tot dan toe had gevolgd. Hij had het niet eens in de gaten, want het Kootwijkerzand is nogal grillig. Maar toen hij na een tijd de spoorlijn van Stroe niet had gepasseerd en hij ook de stoomfluit van de trein niet hoorde, toen werd hij wat onrustig. Hij spitste de oren of hij misschien een hond hoorde blaffen bij een boerderij, zodat hij zich kon oriënteren. Niks. Uren liep hij en nergens een punt om zich te oriënteren. En de schoolmeester werd nu toch behoorlijk onrustig. Hij luisterde. Nergens blafte een hond. De wind zuchtte zelfs niet eens. Hij liep en hij begon nu toch lichtelijk in paniek te raken. Nee, schoolmeester, rechtdoor, stevig doorstappen. Het was nu al het eind van de middag en nergens een plek waar hij zich op kon oriënteren. Snel zou de duisternis vallen, maar plots hoorde hij in de verte het kraaien van een haan. Hij luisterde. Die kant op. En hij liep en hij luisterde naar het kraaien van de haan. En hij liep en hij luisterde en liep. En plots zag hij in de verte een huis. Zijn eigen huis. Wie van het pad afwijkt en denkt rechtdoor te gaan lopen, die zit ernaast. Die les had de schoolmeester die dag geleerd. En of dit verhaal waar gebeurd is? Geen haan die daarna kraait.